Vandaag een antwoord op de vraag van Lonneke. Lonneke volgt een ketogeen, een sterk in koolhydraten beperkt en vetrijk dieet. Lonneke heeft namelijk begrepen dat de afbraak en verbranding van vet volop gestimuleerd wordt in je lijf gedurende het aanhouden van dit dieet. En Lonneke wil graag lichaamsvetmassa verliezen, dus wil ze graag dat de afbraak en verbranding van vet volop gestimuleerd wordt in haar lijf. Dat is dus de reden dat Lonneke dit type dieet, een sterk in koolhydraten beperkt, vetrijk dieet, volgt, aanhoudt. Alleen, nu heeft Lonneke begrepen dat wanneer je dit type dieet aanhoudt en de afbraak en verbranding van vet volop gestimuleerd wordt in je lijf, helaas de afbraak en verbranding van vet alsnog uit zal blijven, simpelweg niet plaats kan, niet plaats zal vinden wanneer je cellen... Je hebt heel veel cellen in je lijf, hè? Cellen die dan volop gestimuleerd worden om vetten af te breken en te verbranden. Wanneer je cellen niet in staat zijn om vesicles, dat zijn transportblaasjes, te vormen. Wanneer cellen namelijk niet in staat zijn om vesicles, transportblaasjes te vormen, dan zijn cellen niet in staat om voedingsstoffen, of dat nu koolhydraten zijn of vetten zijn, en ook afvalstoffen, om voedingsstoffen en afvalstoffen van de ene kant van een cel naar een andere kant van een cel te verplaatsen. En dat is nodig om de afbraak en verbranding van vet in en door je cellen mogelijk te maken. Want eerst moeten de vetten waarvan jij wil dat deze afgebroken verbrand worden, verplaatst worden naar daar waar afbraak en daar waar verbranding plaatsvindt in je cellen. Je cellen zijn namelijk in het bezit van allerhande organellen, celcompartimenten, dat zijn allemaal membraanomhulde compartimenten. En om voedingsstoffen, of afvalstoffen, in dit geval vetten, voedingsstoffen naar daar te kunnen verplaatsen. Daar waar afbraak plaatsvindt in je cellen, daar waar verbranding plaatsvindt in je cellen, zijn vesicles nodig. Transportblaasjes. En die moeten je cellen dan wel kunnen vormen. Kunnen je cellen deze niet vormen, dan gaan voedingsstoffen, afvalstoffen en dergelijke niet van ergens in of buiten een cel naar ergens anders binnen of buiten je cel verplaatst, getransporteerd worden. Ja. Kan de afbraak, verbranding van vet dus ook niet plaatsvinden, want dan kunnen die vetten die, waarvan je cellen gestimuleerd worden om deze af te breken te verbranden, niet daar belanden waar afbraak en verbranding plaatsvinden. Nou, zo heeft Lonneke dat dus begrepen. Dus is de vraag van Lonneke: kan ik met mijn voeding, mijn ketogene voeding, ook invloed uitoefenen op de vorming van vesicles, transportblaasjes door mijn cellen? Want ze begrijpt dat wanneer haar cellen niet in staat zijn om deze blaasjes te vormen, het transport van voedingsstoffen, afvalstoffen en dus ook van vetten door cellen naar de organellen waar ze afgebroken verbrand moeten worden, simpelweg niet plaats kan vinden. En dus de afbraak en verbranding van vet ook niet. Ook al wordt dat volop gestimuleerd. Ook al worden je cellen volop gestimuleerd om dat te doen. Ja, maar dan moeten ze dus wel die transportblaasjes kunnen vormen. Nou, Lonneke. Transportblaasjes, en dat zijn tevens secretieblaasjes, uitscheidingsblaasjes. Dat zijn blaasjes die in het bezit zijn van een
biologisch lipidemembraan. Dat wil zeggen, een membraan dat is opgebouwd uit precies dezelfde moleculen als het celmembraan van je cellen is opgebouwd. En waarom is zo'n blaasje opgebouwd uit precies dezelfde moleculen als het celmembraan van je cellen is opgebouwd? Nou, zodat zo'n blaasje kan versmelten van, met het celmembraan van je cellen en kan versmelten met de organellen binnenin je cellen, de celcompartimenten binnenin je cellen, naar waartoe voedingsstoffen getransporteerd moeten worden met behulp van die vesicles. Nou, en die moleculen waaruit het celmembraan van je cellen en dus ook zo'n vesicle is opgebouwd, dat zijn membraanvetten. Membraanvetten zijn glycolipiden, dat wil zeggen verbindingen van koolhydraten met vetten. Dus enkel wanneer jouw cellen in staat zijn om membraanvetten, verbindingen van koolhydraten met vetten te vormen en vervolgens daar ook zo'n blaasje uit te vormen, dan zijn cellen in staat om voedingsstoffen, afvalstoffen en dergelijke te verplaatsen binnenin hun cellen, van het celmembraan naar organellen, vanuit organellen naar buiten, richting het celmembraan. Dat is dus afhankelijk van de vorming van membraanvetten, glycolipiden, verbindingen van koolhydraten met vetten in en door je cellen. Kunnen je cellen dat niet, dan kunnen ze die vesicles, die blaasjes ook niet vormen, kan het transport van voedingsstoffen, afvalstoffen vanuit je cel naar buiten of van buiten naar binnen, naar de organellen binnen in je cellen niet plaatsvinden. Kan de afbraak, verbranding van vet, kan de afbraak, verbranding van koolhydraten, kan gewoon niks plaatsvinden. Want daar zijn vesicles voor nodig. Wat hebben cellen nodig om membraanvetten, glycolipiden, verbindingen van koolhydraten met vetten te kunnen vormen? Nou, de vorming van nieuwe molecuulverbindingen. Dus ook glycolipiden, verbindingen van koolhydraten met vetten. Dus die membraanvetten, de vorming van nieuwe membraanmoleculen. Dat is een anabool opbouwend en herstellend stofwisselingsproces. Jouw cellen, en je hebt heel veel cellen, hebben om anabole opbouwende en herstellende processen uit te kunnen voeren, vocht en bouwstoffen nodig. Dus een heel aantal bouwstoffen is essentieel. Dat wil zeggen, kan je lichaam, kan geen enkele cel in je lichaam zelf vormen, moet jij met je voeding, of dat nu ketogene voeding is of niet, aanleveren. Dat betekent dat wanneer jij ketogeen gaat eten, je koolhydraatinname sterk verlaagt, je vetinname sterk verhoogt en vervolgens de cellen in jouw lijf volop gestimuleerd worden om vetten af te breken en verbranden binnen in organellen, binnen in jouw cellen. Maar jouw ketogene voeding draagt niet goed bij aan het oplossen van tekorten in vocht en essentiële varianten van bouwstoffen in je lijf, dan zullen alle cellen in jouw lijf die volop gestimuleerd worden om vetten af te breken, verbranden, binnen in hun cellen, in de organellen van hun cellen, niet in staat zijn om anabole opbouwende en herstellende processen uit te voeren. Niet in staat zijn om nieuwe molecuulverbindingen te vormen, waaronder membraanvetten, verbindingen van koolhydraten met vetten, glycolipiden. Zijn je cellen niet in staat om vesicles, die zijn opgebouwd uit membraanvetten, dus opgebouwd uit verbindingen van koolhydraten met vetten, te vormen? Zijn je cellen niet in staat om vetten te transporteren vanaf het celmembraan naar organellen waar ze afgebroken verbrand kunnen worden? Zijn cellen ook niet in staat om afvalstoffen van binnen die binnenin gevormd worden naar buiten uit te scheiden te transporteren?
gaat de afbraak en verbranding van vet niet plaatsvinden. Dus, of jij nu een ketogeen dieet volgt of niet. En of jij nu vetmassa wil verliezen of niet. Je moet altijd zorgen voor het oplossen van tekorten in vocht en essentiële varianten van bouwstoffen in je lijf. Want anders zijn je cellen niet in staat om transportblaasjes, vesicles te vormen. En dus voedingsstoffen, afvalstoffen te transporteren binnenin de cel. Vanaf het celmembraan naar organellen, celcompartimenten of vanuit celcompartimenten naar buiten. Dat is antwoord op je vraag.